4 kernactiviteiten van de firma Lucraat. Dat is ten eerste de industriële concepten. Dat zijn productieve installaties van multinationals, van middengroot en klein bedrijf, die wij dus volledig ontwerpen, fabriceren en installeren bij de klant. Het tweede aspect is de industriële reiniging. Dat is de poedercoatindustrie die alle onderdelen moet poedercoaten, waar dus de onderdelen meestal negatief geladen moeten zijn, waar stroompjes doorgaan. Na 10 keer door het proces te moeten zijn, moet die gereinigd worden. En die installatie en die afdelingen waar dat in gebeuren moet, die leveren wij en produceren wij. Het derde marktsegment is dat industriële componenten voor de elektromechanische industrie. Zoals onder andere voor gelijkstroommotoren, voor andere sleepstukken, voor tram, voor treinen, etc. En componenten die gebruikt worden bij elektromotoren. En het laatste marktsegment, dat zijn weer dus de initiële concepten, staalspecials, etc. die wij dus leveren gecombineerd met grafiet. Ja, wij richten zich hoofdzakelijk op de grootste marktsegment, gekoppeld aan de branche. Dat zijn de initiële componenten die gefabriceerd worden door de fabrikanten. Ja, waar het fabricaat dus gepoedercoat wordt naar het eindproduct toe voor de klant toe. Automobielindustrie, alle onderdelen, de fabrikanten van staalmeubelen, etc. De partnerships, dat is het middel om als middenklein bedrijf succesvol te zijn op de wereldmarkt. En dat is bijvoorbeeld ICAM, die alle gasinstallaties wereldwijd installeert op onze installaties bij onze ovens. We hebben dus de isolatiefirma die alle componenten weer levert en onderhoud doet, et cetera, waar ook ter wereld. En dat maakt ons flexibeler en dan kunnen we ons kunnen richten op onze kernactiviteiten, produceren van ovens wereldwijd. De kansen bij Lucraat liggen hoofdzakelijk in het reinigen van industriële componenten. En dat zijn vooral de onderdelen die gemaakt worden door automobielindustrie rond de elektromotor, industrie rond het produceren van motorfietsen, etc. Waar alle kleine componenten gepoedercoat worden en die moeten gereinigd worden. Spreek je over bijvoorbeeld Honda motorfietsen, je spreekt over Fiat Brazilië, je spreekt over Volkswagen in Polen, Volkswagen in Tsjechië, Skoda, Volkswagen, BMW, etc. Technologie en innovatie is een ontzettend belangrijk aspect. Wij zijn begonnen in eerste instantie ons product te ontwikkelen, de basis van met TNO, alle testen, metingen en ontwerpen van de uitstoot. En daarna samen met de KEMA, elektrotechnisch en de schematie en het CE-merk neerleggen. Daarnaast hebben wij dus met alle technische hogescholen, technische universiteiten van de omgeving Tilburg en Den Haag contact, waar wij dus medewerken in diverse onderzoeksprojecten. Tevens aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar wij medewerken aan elektrische componenten, onder andere chipfabricatie. Ovens, wat is de grote complexiteit? Dat is het naverbrandingproces. Je hebt een bepaalde hoeveelheid gepolieerde gassen die ontstaan in de ovenkamer en die moeten nagebrand worden naar de Europese richtlijn. Wat is het grote punt erbij? Dat je waterstoffen hebt in de installatie die naverbrand worden zonder daar het druk opbouw met explosiegevaar te hebben. En dit is ontzettend belangrijk, want zodra je dus een 100, 200, 300 kilogram technische componenten moet verbranden in organische stoffen die verbranden in de naverbrandkamer, dan moet je daar een serieuze kennis van hebben. En die hebben we samen met TNO opgebouwd. Daar ligt voor onze toekomst, omdat wereldwijd op de markt hebben wij voor kleine installaties veel concurrentie. Voor groot, daar waar die calculatorische waarde een rol speelt en explosie op drukopbouwrisico zitten, daar zijn we nummer 1 van de wereldmarkt.